Voorzitter, ambtsgenoten, er zijn twee gebeurtenissen rondom wat ik denk het belangrijkste thema van nu is, die denk ik nopen tot een debat. De eerste is dat, en beide gaan natuurlijk over Oekraïne en de oorlog daar, dat is volgens mij het hoofdthema van wat nu speelt. Het eerste is een debat met de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat er een overeenkomst zou zijn aangegaan met Oekraïne voor 10 jaar... om dat land te gaan steunen. De tekst van die overeenkomst is niet naar de Kamer gestuurd, is hier niet besproken. Wel werd in de mainstream media nota bene bericht afgelopen dagen dat Oekraïne hoogstwaarschijnlijk betrokken is geweest bij die Amerikaanse bombardementen op de Nord Stream pijplijn. Dus Oekraïne, het land waar wij dan nu schijnbaar voor de komende 10 jaar een veiligheidsovereenkomst mee hebben afgesloten, die wij niet eens hebben gezien als Kamer. Dat land, dat heeft ons gewoon aangevallen, heeft onze pijplijn gebombardeerd samen met de Amerikanen. Dat is natuurlijk wel een heel wonderlijke figuur, zeker in een demissionaire regeerperiode. Kan de Kamer daar zomaar mee instemmen? Moet dat niet worden besproken? Ik vind dat we dat niet op onze kant kunnen laten gaan. U wilt een debat, neem ik aan. Zo is het. Gaan we even kijken of daar een meerderheid voor bestaat. De heer Krul van het CDA. Voorzitter, elk moment die wij hebben om onze steun aan Oekraïne uit te spreken, die pakken wij. Dat is belangrijk. Maar dat is overduidelijk niet de insteek die de heer Baudet hier kiest. Dat vinden wij jammer, maar goed, dat zijn we inmiddels wel gewend. En met die insteek absoluut geen steun. De heer Paternotte heeft recentelijk nog een debat ook hierover aangevraagd, waar wij ons steun aan hebben uitgesproken. Ja. En op dit verzoek absoluut geen steun. De heer Paternotte, D66. Ja, voorzitter, dit debatverzoek vanuit een spreekbuis van het Kremlin is buitengewoon onverstandig. Maar wat ons betreft ook nog een beetje lui. Want samen met de heer Veldkamp is er een debat aangevraagd over Oekraïne, wat over 2 weken in de agenda's staat. Dus dit debatverzoek is totaal onnodig. De heer Brikkelmans, VVD. Ja, over 2,5 week groot Oekraïne-debat. Dan zullen wij onze steun aan Oekraïne weer volop uitspreken. En dan kan de heer Baudet ook zijn onzin weer herhalen. De heer Van Baarle van Denk. Ja, voorzitter, even los van de argumentatie van de heer Baudet, vind ik het wel dat we onszelf als Kamer serieus dienen te nemen. En dat het nogal wat is dat een demissionair kabinet een veiligheidsovereenkomst van 10 jaar sluit. Ja. Ik vind zelfstandig dat feit dat we daar best een debat over kunnen voeren vanuit die optiek steun, voorzitter. Dan de heer Dassen van Volt. Ja, voorzitter, over 2 weken groot debat over Oekraïne, waar we allemaal kunnen aangeven dat we Oekraïne voor de langere termijn moeten blijven steunen. Dan kan dit ook bij betrokken worden. De heer Grinwis, ChristenUnie. Steun aan Oekraïne, steun aan het al ingeplande debat en dus geen steun aan dit debat. De heer Veldkamp, NSC. Ja, voorzitter, NSC is voor stevige steun, militair en civiel aan Oekraïne. Daarbinnen is zo'n bilateraal veiligheidsarrangement zeker voorstelbaar. Maar het zou een demissionair kabinet hebben gepast om dat eerst steun voor in de Kamer te vragen. Dat is mijn punt. Voorzitter, we hebben op 14 maart hebben we een groot debat over de materie. Dat is geen steun. Geen steun voor dit debat. De heer Tuinman. Nee, ook geen steun. Diederik van Dijk, SGP. Binnen 2 weken inderdaad een serieus debat over Oekraïne, dus nu geen steun. De heer De Hoop, GroenLinks, PvdA. Geen steun. De heer De Roon, PVV. We praten heel regelmatig met de minister van Buitenlandse Zaken over Oekraïne en daar kan dit ook dan wel bijgevoegd worden op enig moment binnen de komende tijd. De heer Dijk, SP. Dus geen steun of wat? De heer Dijk, SP. Voorzitter, totaal andere argumentatie dan het Forum voor Democratie heeft. Leuk dat er een debat is gepland over Oekraïne, maar volgens mij is het ook een hele grote oorlog en een groot onderwerp. En doet het er niet toe of je Oekraïne wel of niet steunt. Volgens mij steunen er heel veel partijen in deze Kamer Oekraïne wel. En is het denk ik erg goed om wel een debat te gaan voeren over een 10-jarig verdrag. Daar is helemaal niks geks aan. En dat is een steun, neem ik aan. U heeft geen meerderheid, meneer Baudet. Nee, maar ik heb wel 30 leden. Nee, ook dat niet. Nou, Nee. Was de steun van... Waren de woorden van de heer De Roon die lastig te verstaan waren, bestonden die uit geen steun? Samengevat zou ik dat willen zeggen, ja. Dus is dat zo? PVV geeft geen steun? Dat klopt. Dus u heeft geen 30 leden. Kijk, ik wil één ding zeggen. Ik erken mijn
verlies hier, maar het is wel heel merkwaardig om te verwijzen naar een debat over een paar weken, waar namelijk om, als het gaat om dat de Kamer gewoon gepasseerd wordt met een verdrag dat wordt gesloten. En dan mogen we er misschien allemaal een plasje over doen over een paar weken, maar waar het om gaat is dat u allen geschoffeerd bent doordat de regering zegt, we sluiten wel even een verdrag van 10 jaar, ja. Zonder dat wij dat zelf maar hebben kunnen zien. Ja. Daar gaat het om. En kennelijk is dat leeft dat helemaal niet. Tweede punt waar ik een debat over wil. Juist. Het tweede onderwerp waar ik een debat over wil, sluit er weer op aan. Het gaat ook over Oekraïne en de levensgevaarlijke route die wij nu deze oorlogshitserij gaan. Rutte, de premier, die is in de race voor het secretaris-generaalschap van de NAVO. En heeft nogmaals hele harde oorlogstaal gesproken. Gezegd dat ook een nieuw kabinet mag niet die steun herroepen. Dat gaat ook niet gebeuren. Dat is op zich al vreemd. Maar toen kwam later diezelfde dag naar buiten dat Rutte ook van mening is dat als hij secretaris-generaal zou worden op 4 april aanstaande, dat hij dan ook nog tegelijkertijd premier kan blijven. Nou, wat je ook maar vindt van de oorlog en wat je maar vindt van de NAVO en wat je maar vindt van zijn ambities, ik denk dat ook hier de Kamer toch zou moeten onderkennen dat dat een schoffering is van het ambt, het premiersambt. En dat wij als Kamer moeten reageren op dit nieuwsbericht, een debat hierover moeten houden en moeten zeggen, luister vriend, als je weg wil naar de NAVO, moet je dat misschien maar doen. Ik zelf ben voor een afkoelingsperiode. Ik vind dat je überhaupt niet vanuit je positie in Nederland in één keer door kan springen, want dat heeft altijd een schijn van belangenverstrengeling. Maar in elk geval kan je het toch niet combineren. Ja. Wij laten toch niet onze premier dat premierswerk als een soort part-time baantje doen. Dat kan toch niet. Er moet hier snel over gesproken worden. U wilt een debat? De Kamer moet zich laten horen. En ik ga kijken of daar een meerderheid voor is. De heer Krul van het CDA. Ja, voorzitter, als mijn oma wielen had, dan was ze een fiets. En daarmee, ja, zeker. Daarmee wil ik zeggen dat al dit gedoe, als dit, als dat. En ik heb op Twitter gelezen zo, kom op zeg, absoluut geen steun voor dit debat. En laten we even volwassen blijven met elkaar. De heer Van Baarle, denk. Ja, voorzitter. Wat ons betreft lijkt het me wel zinvol om hierover te spreken. Ook om meer duidelijkheid over te krijgen wat de ambities van de heer Rutte zijn. Ook omdat ik wil kunnen reconstrueren of de opstelling van de Nederlandse regering in de afgelopen periode daar misschien wat mee te maken heeft gehad. Dus steun, voorzitter. De heer Brekelmans van de VVD. Geen steun en sowieso zit Stoltenberg nog tot het najaar. Dus treedt tot die tijd geen OSG aan wie het ook is, maar geen steun voor dit debat. De heer Paternotte, D66. Voorzitter, volgens mij is er nog nooit een kandidaat-secretaris-generaal zo transparant geweest over zijn ambities als de huidige premier. En verder sluit ik me aan bij wat de heer Brekelmans net. De heer De Hoop, GroenLinks, Partij van de Arbeid. Geen steun. De heer Grinwis, ChristenUnie. Idem, geen steun. De heer Diederik van Dijk van de Staatkundige Reformeerde Partij. Geen steun. De heer Tuinman van BBB. Geen steun. De heer Dassen van Volt. Geen steun. Veldkamp NSC. Geen steun voor deze debataanvraag, voorzitter. Net niet. Net niet.